heb je er hoor. Ja, het is gewoon even afwachten wat de politie van ons wil weten. Ja, Roderick die zit naast me, want anders kom ik niet ver. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Carin. Carin en Roderick. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag woensdag 26 mei 2021 en het is nu 1:05 in de middag. Ik moet nog even met de hondjes lopen. En vanmiddag moet Ro en ik ons melden bij het politiebureau. Tussen 4 en 4:30. Maar voor de rest wensen jullie wel heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Hier hebben we lekker beauty. Mag jij zomaar naar andere mensen toe? Nee, gaan we niet doen. Nee, is niet nodig. Zo. Zo, waar heb jij in gezeten met je poten in de stront zeker? Gadverdarrie. Hier, kom maar. Nee, nee, we gaan niet op het fietspad en dat weet je. Ja, ja. We gaan allebei lekker gras eten. Gaan jullie mee of niet? Doei! Nee, maar dit is de beste match ooit. De twee zusjes. Zij kan lekker los. Want als het samen gaat, dan gaat zij haar voortrekken. Nou, en dan op dit stuk kan ze lekker los. En dan straks gewoon weer lekker vast. Ja. Beauty, kom. Ga mee. Beauty! Doei! Beauty staat ergens daar. Beauty! Yo! Lieve schat, kom! Beauty, kom! Kom! Heb je er hoor. Ja, het is even voor mij heel spannend. Roderick die ziet het eigenlijk als een informatief gesprek. Want een buurman van mij, waar we gewoon heel goed mee omgaan. En hij heeft gewoon een hele mooie auto die we ook soms lenen. Die heeft, en waar ze dus ook 4 maart een inval hebben gedaan. Moeten wij dus nu ook op het politiebureau een verklaring afleggen? Maar ja, hij had een postadres nodig. Nou, die hebben we gegeven. Hij staat bij Ro als ons postadres. Dus ja, en we hebben blijkbaar dus iemand geholpen die dus gesignaleerd stond om, ja, weet ik veel wat, geen deed. Dat vertellen ze je niet. Dus ja, wij mogen ook tussen 4 uur en 4:30 naar het bureau. Dus ja, dat kan ik dus ook niet filmen. Dus ja. Wat is het dan? Kom dan. Oh ja, knuffeltje. Ja, knuffeltje. Oh ja. Dus nee, maar het is gewoon eventjes van wat gaat er gebeuren? Wat gaan ze vragen? Want voor de rest weet ik helemaal niks. Ja, ik weet dat ze een inval hebben gedaan. En nou ja, toen was hij niet thuis. En ja, voor de rest geen idee wat. Hij heeft verschillende advocaten gehad, dat weet ik wel. Maar voor de rest heeft hij ons niks gezegd. Dus hoe moeten wij dan weten dat hij dus en gezocht werd? Jo, koekoek, ik weet niet. Ja, je bent lief. Ja, oh ja, moet je er ook op. Ja, kom maar, kom dan. Beauty, kom hier. Nuf, kom hier. Kom hier. Kom hier dan. Beauty, kom hier. Kom. Kom. Yo, kom eens hier. Ja, kom eens hier. Kom. 1, 2. Ja, kom. Kom. Nee, kom. 1, 2. Ja, je wilde gewoon even op, hè. Ja. Oh, nee. Nee, maar we gaan het zien en we gaan het meemaken. En ik hou jullie sowieso gewoon op de hoogte. We gaan, Ro is zometeen bijna vrij. Het is bijna 2 uur. Dan komt hij hier naartoe. Dan gaan we eerst naar de dierenvoedselbank. En tussen 4 en 4:30 moeten we ons melden hier in de buurt bij de politiebureau. Ja, hi. Hi, ventje, kom hier. Ja, je bent lief. Kom hier. Ja, nou, Ik hou jullie sowieso op de hoogte. En niet op de vlakte. Nee, wat gaan we doen? Ja, nou, toe. Kun je nog wel wat zien als ik zo zit? Nee, hè? Een beetje. Een beetje. Zo beter? Ja. Zo, oké. Zo, nou, we zitten dus nog in de auto. Het is nu 2 minuten voor 3. We gaan nu nog even naar het winkelcentrum. De voedselpakketten voor de dieren is al opgehaald. Ja, het is gewoon even afwachten wat de politie van ons wil weten. Ja, Roderick die zit naast me, want anders kom ik niet ver. Alleen, ja, hij heeft zijn bedrijfskleding in. Kijk, daar is hij. Hey. Dus, ja, nou. Maar ik hou wel even van die lul naast me, hoor. Ja. Je moet een beetje, hè, ja, water bij de wijn. Nee, ja, water bij de wijn doen. Bij de water. Ja, precies, ja, precies. Ja, is goed. Dat is zo water, zeg maar. Ja, dus wij gaan nu nog even onze tijd doden. Tot en met rond 15:30 en dan gaan we gewoon rustig die kant op en dat de auto ergens proberen in de wijk te krijgen. En dan gaan we gewoon weer daar naartoe lopen. Dus 4, tussen 4 en half 5. Okay. Dus, ja, daarom. Dus tussen 4 en half 5. Dus. Kwartier van het programma zijn zeker. Ja. Denk het. Dus 4:15 is ook goed. Ja, 4:15 is ook goed. En anders gewoon 4 uur, precies. Om 4 uur. 1:04. Nou, 1 over 4. En die gasten die komen toch ook altijd te laat? Dat geeft niet, wij zijn op tijd. Dat zal ze leren. Dat zal ze leren. Dus nee, wij gaan nog eventjes ontspannen. Zonder jullie. Dus ja. Eventjes onze... Ik weet niet wat ik allemaal zeg. Lekker. Nou, ik ga eventjes weer afsluiten, jongens. Ja, dat zei ik net ook al, maar nu ga ik het echt doen. Eventjes, want we gaan toch waarschijnlijk van elkaar gescheiden worden. Voor ongeveer een uur, 1,5 uur, 2 uur of zo, weet ik veel. Zoveel krijg ik niet betaald daarvoor. Maximaal een uur. Oh, maximaal. Nee, een uur, 1 uur. Grappen maken. Nou ja, ik ga inderdaad nu sluiten. Wij gaan nu nog eventjes onze kop even proberen te legen, weet ik veel wat. Misschien even, nog even lekker met elkaar, hoe heet dat? Acclimatiseren, hoe heet dat nou? Met elkaar even brainstormen. Zo, hè? Brainstormen. Ja, weet ik veel. Blabberdiebedabberdoep. Jij weet dus, meer dan ik. Ja, inderdaad. Precies dat. Maar ik ken geen Engels lullen, dus dat scheelt weer. Ik weet van niks. Maar... En als je ze bij hem moet zijn, dan zie je ze overal. Dag, meneer agent. Ja, echt hè? En dan moet je ze bij hem komen en dan zie je ze echt in één keer overal hè? Ja, natuurlijk. Ze staan gewoon niet al op te wachten. Kijk, en dit is ook van de politie. Streepjes. Kruising blokkeren. Mag niet. Kruising vrijhouden. Mag niet. Ja. Krijg je nu 17, mag dan? Jongen, jongen, de mensen kunnen hier niet meer rijden en parkeren, joh. Sowieso niet. Hier is nog plek, daar nog plek. tijd. Een beetje heel raar en geplakkeerd. Jezus. Eentje. Zo, lekker aan de shawarma. Ja. En dan zometeen een lekker Turkisch broodje erbij met lekker knoflook. Ik heb hele scherpe knoflook. Ik vind dat zelf erg lekker, dat is deze. Rimboe sausen, pittig knoflook. Ja, dat is een beetje vies, maar dat maakt niet uit. Zo, ja, lekker. Ik heb er nog precies 3 zitten. Nou, de hondjes hebben nu net wat lekkers nog van mij gekregen. Zoals jullie zien is het bijna 11 uur in de avond. Ik ga zo lekker naar bed. Morgen weer de normale voedselbank. Ik heb even niks gevlogd over de dierenvoedselbank. Maar het is in principe elke week hetzelfde. Gewoon hondenvoer en droge brokken en blikvoer. Hallo, scherp. Yes, komt u maar. Ja. En ja, de normale voedselpakket, ja, dat is ook, ja, de ene keer is het wel dezelfde keer, bijna hetzelfde. Maar dat probeer ik dus wel een beetje te laten zien wat ik krijg en van de normale voedselbank. Dus wil je ook elke week een beetje willen zien van wat ik krijg van de dierenvoedselbank, laat het zeker even weten, ja. Maar ik ga deze vlog lekker afsluiten, want ik ga lekker naar bed. Het is 11 uur bijna. En ik wil ook nog eventjes YouTube kijken. Lekker even op bed, gewoon even mijn dingetjes doen. En dan kom ik morgen even terug op hetgeen wat er vandaag is gebeurd. Dus dat staat morgen even op de planning. Even jullie weer een beetje bijpraten. Dus bij deze, vond je deze vlog wel leuk? Ik zou zeggen, vergeet niet te abonneren hier beneden. Laat even een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie graag morgen bij een gloednieuwe vlog.